Maar deed hij nou wat of niet? Zit hij vast met kauwgom? Anabolen gebruik onder jongeren neemt steeds meer toe. 40.000 jongeren wordt geschat die aan de anabolen zitten. Wat vind jij daarvan? Ik vind het op zich dood en dood zonde dat zoveel jongeren eraan zitten. Omdat ik heel erg ben van, je moet heel erg uitgaan van je eigen potentieel. Ik heb het een aantal keer meegemaakt dat de mensen binnenkwamen, jongeren binnenkwamen, die het hebben gebruikt. Wat vind jij daarvan? Ik ben er tegen en ik heb het ook afgeraden. Daarbij hoor je wel eens van, joh, ja, ik gebruik een beetje om er goed uit te zien voor de festivals. Ja. En dat moet niet het doel zijn om het überhaupt te gebruiken. Maar het grote probleem zit erin. Ze kunnen het vrij verkrijgen. Hoe kan je het zo makkelijk verkrijgen? Ze gaan op internet en dan kopen ze het daar wat ze willen. Ja, jij bent natuurlijk topfit, je ziet er goed uit, hè? Goed in je vel. En dat zien mensen. Ja. En die jongens die zijn een beetje jaloers, die willen dat ook. Ja, je moet er hard voor werken. Je moet niet lui zijn of gaan voor de shortcuts. Nee, je moet er gewoon vol voor gaan. En dat werkt eventueel ook veel beter. Niet alleen fysiek, maar ook mentaal. Je wordt er gewoon veel sterker door. Een oude wijze man heeft me ooit eens een keer uitgelegd van, als je aan die dingen zit, onthoud één ding. Het is geleend. Dus zodra je klaar bent met zo'n kuur, ben je weer de oude. Nou, eigenlijk ben jij het ultieme voorbeeld van waarom je geen anabolen nodig hebt. Want jij hebt een tumor in je rug gehad. Maar zelfs, je had het niet door dat je hem had. En ondertussen, gewoon aan het doorsporten. Vertel. Ja, ik wist het dus niet. Vorig jaar, ongeveer rondom deze tijd, werd geconstateerd dat ik een 5 centimeter tumor in de zenuwbaan van mijn rug heb. Een zeldzame tumor die niet zoveel voorkomt. Er hoort ook nog iets positiefs bij, want je hebt er een boek over geschreven. Klopt. Vertel. Heb je hem ook hier liggen? Ja, ik heb hem mee. Wacht even, ik pak hem. Kijk eens. Kijk eens, hier is die kapot sterk. Ja. Naam zegt het eigenlijk al een beetje. Kapot sterk, heel sterk. Of ik was even kapot, maar nu ben ik weer sterk. Maar dit gaat dus over jouw proces van het, de operatie tot aan de revalidatie, et cetera? Ja, of? Het is geïnspireerd door vorig jaar, toen die tumor was geconstateerd. Dat ik even door een diepe dal ging, maar uiteindelijk eigenlijk daar naar boven ben gekomen weer. En eigenlijk heel erg, hoe haal je positieve punten uit een negatieve situatie? Jongens, neem die anabolen niet, dat is nergens voor nodig. Ga die gym in, neem een scoop. In je giegel, breek die hele tent af. Samen met je groeimaten ga je voor goud zonder die zooi. Laten we het even zien aan Sanders. Kan je mij even laten zien hoe je dat dan doet zonder anabolen? Even 12 keer voor mijn hoedroep. 12 keer, joh. Niet normaal, man. Hoppakee. 1. 2. Denk je dat ik sterker ben 4. Dan jij? Nou, dat denk ik niet. Laatste. Yes. Lekker, man. Laat die chest even zien dan. Zo, hey. Klapt hij eruit of niet? Hey. Pakken we de ruggetje er even bij? Oh, ruggetje er even bij, joh. Ja, die kunnen we even zwaar zetten, hoor. Ja? Heb je mijn rug gezien of niet? Hoe vaak moet ik dit doen? 10 keer. Zo, mijn god. Kom maar. 10 keer? Ja. 1. Yo, ik kan niet eens 1 keer, man. We knippen de beelden wel aan elkaar 10 keer, ja? 10. Maar kan jij niet even wat laten zien? Dat je zegt van nou, ja, ik wil best wel hoe het echt moet. Met mijn grote zien, gewichten. Het echte werk. Zullen we even die 100 kilo doen dan? Ja, doe jij even 100 kilo. Laat maar even zien. Okay. Kijk eens. Zo, je hebt echt litteken daar. Is dat van die operatie? Zeker, ja. Ze hebben het hele zaakje opengehaald. Zo. En er zitten 6 schroeven in, ook nog. Hé, laat maar uit, hoor. Dat vinden de vrouwelijke kijkers wel interessant. Dat is voor meer views dan. Ja, dat is voor de clickbait. De clickbait, ja. Maar deed hij nou wat, of niet? Nee. Zit hij vast met kauwgom? Oh, joh. Oh, joh. Hey. Nou, jongens. Hey, bedankt, ome Woetroe. Groei lekker.